De zesde klassers van de Maria School hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan het Cotto Museum. De kinderen hebben in het kader van 155 jaar afschaffing van de slavernij een rondleiding gehad van de eigenaar en curator van het museum Christine van Russel Henaar. De museumverantwoordelijke heeft de kinderen verteld over het ontstaan en de betekenis van de verschillende Anissa's en Cotto's. Van Russel zegt dat het rond Kittikotti altijd druk is in het Cotto Museum, vooral met scholen die op bezoek komen. De groep kinderen was heel enthousiast en heeft ook veel vragen gesteld, zegt Van Russel verder. Er was geen elektriciteit, er was geen mixer. Maar na dit kun je die ene pakken, die dames, jij die kleine daar aan de muur. En dan zien we dat dit voor één eitje. Ja, en dan ging het ook op deze manier. En dan zie je dat die mixer komt en dat was dan met elektriciteit. Maar dit was het, je ziet hoe het draait. Je zet je schaaltje, je zet een eitje. Ah, meisje, lekker. En dan ga je zo op die manier. De leerlingen hebben vanuit de school de opdracht gehad om onder andere na te gaan hoe lang het Cotto Museum bestaat. Ook moeten zij een klein verslag maken over wat ze hebben gezien en geleerd tijdens hun educatieve rondleiding. De vrouwen van vroeger werden, toen de slavernij was afgeschaft, waren de vrouwen nog beloond. Maar er werd na 10 jaar werd een wet gemaakt dat de vrouwen er niet meer zo bloot buiten mochten gaan. We hebben geleerd over verschillende kottes, zoals deze hier zo. Wanneer ze bijvoorbeeld vroeger had je geen kleren zoals wij nu kleren aan te trekken. Dus dan heb je een soort van kotte hier, waarbij als ze, want vroeger kregen ze geen eten en zo. Dus al het eten wat ze gingen planten of een groenje gingen dingen planten, stoppen ze in hun kotte. Want daar is als een tasje, dus dat, alles wat ze nemen, ze stoppen ze daar. Hoe die dingen van vroeger werden gemaakt, hoe ijskrim werd gemaakt in een soort bak en het zat iets erin en dan moest je draaien een uur lang en na een uur had je een heerlijke ijskrim. De vrouwen van vroeger werden toen de afslaver. Enkele leerlingen van de Maria School die vanmorgen in het kader van 155 jaar afschaffing van de slavernij een bezoek hebben gebracht aan het Cotto Museum. Het museum heeft het druk met educatieve rondleidingen voor scholen in verband met Kittikotti. Vanmorgen waren de leerlingen van de zesde klas van de Maria School op bezoek.